Natuurlijk een videofilmpje gemaakt met een applet van Walter Vent. Zo laatst in de reeks, want toen zijn jullie nog in de toekomst nog meer filmpjes gaan maken. Het gaat over Rack the Fractie, genoemd naar de onderzoekers die deze procedure hebben uitgevonden. Waar gaat dit over? Dit gaat over kristalstructuren. En kristalstructuren, dat weet je misschien wel, die zijn dus kristalvormig. Dat betekent dus dat er moleculen in lagen boven elkaar zitten. En hier zie je zo'n laag. En hier zie je de volgende laag, en hier zie je de volgende laag. Dit lijkt een beetje bijvoorbeeld op grafiet. En die bestaat uit potlood. En dat bestaat uit allemaal laagjes met moleculen. En die kun je van elkaar afscheiden. En als je dat op een papiertje doet, dan krijg je een streep en dan kun je schrijven. Diamant heeft dat ook, alleen daar zijn de lagen ook weer onderling sterk met elkaar verbonden. Dus diamant is, kun je die laagjes niet zomaar afhalen. Diamant is juist heel erg sterk. Nou, je ziet hier de formule, daar kom ik nog eens in een ander filmpje wel een keer op terug, maar het is wel interessant om te zien wat de parameters zijn. Het gaat over het padverschil, daar komen we zo meteen op terug. De afstand tussen de vlakken, dus het is gewoon de afstand tussen de bovenste laag en de eerste laag. En ook de afstand tussen de tweede laag en de derde laag, eens dan een vierde en een wijde laag. De hoek, de inkomende straal en de vlak, even opletten, dat is dus deze hoek tussen de inkomende lichtstraal en het horizontale vlak waar het opvalt, dus niet met de normaal, zoals je bij de berekeningswet van Stanley is gewend bent. K is een heel getal, die zit in de formule. En lambda is de golflengte in meter van het licht wat gebruikt wordt. Nou, we gaan maar eens even opstarten en kijken wat er gebeurt. Start. Hier daar van links zie ik een golfrond komen van licht. En die gaat natuurlijk vallen op. En die laagjes, een deel gaat erdoor, een deel zal terug worden gekaatst, een deel wordt door de volgende laag terug, een deel wordt weer door de volgende laag teruggekaatst. En je kan duidelijk zien, zeker als ik nog pauze heb, dat die golfland, die kwamen natuurlijk allemaal even tegelijkertijd aan. En je ziet dat ze nu ten opzichte van elkaar verschoven zijn. En die afstand, en dus van hier is dat tot hier. En dat is dezelfde afstand als van hier tot hier. Dat noem je het padverschil, delta S. En in dit geval kan je zien, die is groter dan de golflengte. Die is 1,4 golflengte, je kan het hier zien. Klopt ook wel, van hier naar hier is een hele golflengte. Nou, het is 1,4 golflengte, dat wil ik best geloven. Dit is natuurlijk weer een hele golflengte, net iets meer, 1,4 golflengte, wil ik best geloven. Nou, laten we even doorgaan. Nou, waar wordt dit in de praktijk voor gebruikt? Je ziet al deze formule. In de praktijk wordt die meestal gebruikt om de dikte tussen, de afstand tussen de lagen in het kristal te bepalen. Want het delta S die kun je meten, de golflengte kun je zelf instellen. En de hoek waaronder het licht invalt kun je ook instellen, maar de dikte van de afstand tussen twee lagen in een kristal, die kun je niet instellen en die kun je ook niet zo, makkelijk meten, maar op deze manier kan je dat dan toch meten. En de gegevens die stop je dan in de formule en dan komt de dikte eruit. Dan gaan we even resetten. Je kunt natuurlijk van alles instellen. Hè? Bijvoorbeeld als je de afstand tussen de vlakken nou eens kleiner maakt, wat zal er dan gebeuren met het het padverschil, delta S, net was 1,4. Nou, ik heb hem nu gehalveerd. Zou de delta S dan ook halveren? Of misschien verdubbelen? Of nog iets anders? Nou, laten we eens even kijken. Hij was 1,4. En de afstand tussen de vlakken is gehalveerd. Nou, je kan het al zien. Hij is inderdaad gehalveerd. Hier staat hier 0,7 golflengte. Nou, hier komt hij weer. Dan komen de golflengte allemaal weer evenwijdig aan. En die kaatsen ze allemaal terug. Een deel op de eerste laag, een deel op de tweede laag, een deel op de derde laag. Ik kan eens op een derde en een vierde laag toevoegen. Ik zet hem even stop. En je kan nu zien dat de afstand tussen de eerste golffront, dat teruggekaatst is door de bovenste laag, en de eerste golffront van de stralen die nu teruggaan op de tweede laag, dat is nu net ietsje minder dan een hele golflengte. 0,7 staat hier. Nou, dat wil ik best wel geloven. Want deze afstand is dus ook 0,7. Dus, ja, dat klopt wel. Dus als ik de afstand tussen de vlakken zou, als die half zo klein is, ten opzichte van een vorige meting, dan weet je dus dat, of als het padverschil half zo klein is ten opzichte van een voorgaande meting en de rest is verder niks veranderd, dan weet je, dan moet dus de afstand tussen de twee lagen half zo groot zijn als bij de voorgaande meting. Nou, ik zet hem weer even terug op 200. Zo, reset. Stond die oorspronkelijk op wat nu als ik de golflengte verander, heeft dat invloed op de padlengte? Dan laten we de golflengte bijvoorbeeld is, nou is die 100, zo 50 van maken, dat is ook alweer. Ik ga hem eerst even resetten en dan ga ik deze dus even op 50 zetten. Zo, hier is die 1,4, wordt die nou weer 0,7 of zou die 2,8 worden? Nou, we gaan het zien, de rest laten we allemaal hetzelfde.
Je ziet dat heeft dus verder geen invloed op de delta S, zeg maar, het verschil tussen de... Oh, het is niet zo gek, want het is uiteindelijk niet veranderd. Dus ik zal hem even terugzetten. En starten doen. En blijkbaar moet ik eerst een reset doen en dan start. En misschien wil hij die waarde gewoon niet doen. Nou, laten we hem dan verdubbelen en kijken wat er gebeurt met de... Zo. Zou hij dan verdubbelen? Nee, hij halveert. Dus als ik de golflengte halveer, dan worden de afstanden tussen de golffronten dubbel zo groot. En het padverschil is dan natuurlijk nog maar 0,7. Kijk, want je kan zien dat het eigenlijk dezelfde afstand was als net, alleen er zat er hier nog eentje tussen. Ja, telkens. Dus dat was het 1,4, nu is het dus 0,7. Maar als je natuurlijk overal nog een keer een extra golfrand ertussen zit, ja, dan zijn het dus 1,4. Ja. Oké, ik ga even reset en dan ga ik weer op 100 zitten. Zou de hoek ook nog invloed hebben? Nou, vast wel. We hebben nu een hoek van 20, waar we die ook van 10 doen. Ik denk niet dat die gaat verdubbelen of gaat halveren, want er zat vast een sinus of een cosinus of een tangens in. Ik dacht me dat ook te herinneren uit de formule. Laten we kijken. Oké. De hoek is nu 10 graden, dus de helft van net. Komt die? Ik kan het zien, hij is 0,7 is die en dat is dus een andere waarde die we net hadden. Nou, laten we even kijken. Hier zit 0,7, nou dat wil ik wel geloven. Dit is een verschil van 1 en deze zit er precies tussen. Laat ik hem eerst even, nog eens een keer even terug op 40, wat er gebeurt dan? Start. En dan wordt hij dus niet 2,8, maar hij was 1,4, maar niet 2,8. En gaat wel heel erg langzaam op een of andere manier. Blijven we even doorgaan drukken. Ja. Nou, misschien is het ook wel leuk om zo meteen een hele grote hoek te doen. Hij is nu 40 graden. Als ik hem dan bijvoorbeeld 80 graden maak, wordt hij dan 5,2. Nou, vast niet. Nou, je ziet, dan komt hij. En ja, even kijken. Even pauze zetten. Eens even kijken. Dit is 1 golflengte. Dit is 2 golflengte. Nou, 2,5, 2,6 golflengte wil ik best wel geloven. En dat is bij de volgende natuurlijk ook. Vanaf deze tot aan de volgende 1, 2, 2,5, ja, dat is best wel geloven. Nou, we willen nog één keer resetten doen en dan op 80 zetten en kijken of die 5,2 wordt. Ik denk het niet. Nee. Hij is maar 3,9, dus hij is niet verdubbeld. Nou, volgens mij hebben we nu alle dingen wel gehad. Het enige wat je kan doen is veranderen, maar dat zal voor de padlengte geen verschil maken natuurlijk. Het aantal lagen veranderen. Ik zet hem even op pauze. Even kijken, dit is 1 golflengte, 2 golflengte, 3 golflengte, net geen 4 golflengtes. Pieken we 9, dus dat wil ik wel geloven. 1, 2, 3, 4, die ook hier hetzelfde. Oké, ik zet hem even op reset. Ik ga deze weer voor 20 zetten. En het enige wat ik nou ga veranderen is, ik laat hem even starten. En dan zie je, deze hebben we al een keer laten lopen, dus ik laat er niet meer uit of het dat verschil 1,4 is. Wat nou als ik het aantal vlakken 5 maak? Dat zal volgens mij geen invloed hebben op de padverschil. Nou, dat is ook zie je, delta S blijft 1,4 golflengtes. Ja. Goed, op de gebruik van de formule die daarboven staat, want we hebben nu alleen maar gekeken van groter en kleiner, dan klopt het ook wel een beetje die delta S. In de volgende filmpje gaan we natuurlijk verder in op die formule. Dan gaan we ook rekenen of dat allemaal klopt wat hier staat. Ja. Maar nogmaals, in de meeste gevallen zal je dus, in de praktijk gebruik men meestal deze proef om D te bepalen. Dus het ligt ook voor de hand om dan de formule om te schrijven zodat D vooraan komt. Maar dat in het volgende filmpje. Ik volg met wat rekenwerk over die bracket-fractie. Je ziet hier de formule staan, die heb ik hier overgenomen. Delta S, dat is het padverschil. Dat is dus het verschil tussen hier, je golfrond. En het golf wat ernaast zit, kun je zien nou, naar de volgende, dat is een, dit van deze blauwe steek naar de volgende blauwe steek, dat is 1 golflengte. En je ziet dat die ernaast zit, dat is dus ongeveer 1,5 golflengte verschil. 1,4 staat hier ook. En als je dan weer naar de volgende gaat, is het weer 1, bijna 1,5, 1,4 verschil. Dat is pad delta S, padverschil. Nou, dat is gelijk aan 2 maal D. D is de afstand tussen de verschillende lage kristallen, dus tussen deze verticale afstand tussen twee. Dus deze zwarte streep waar de kristal op zit en hier ook. En natuurlijk ook, naar de volgende is natuurlijk ook D. En de sinus van phi, phi is de hoek van inval.
Dat is dus de, in dit geval is dat de hoek tussen de binnenkomende golven en niet de normaal, maar het oppervlak van het kristal wat je aan het bekijken bent, zeg maar. En dat is ook gelijk aan k, dat is een heel getal, maal de golflengte. En het is een heel getal als maximale versterking plaatsvindt. Je ziet dat dus hier in ieder geval, want het is 1,4. Nou, vaak wordt deze formule gebruikt om de dikte van kristallen te bepalen. Dan kun je natuurlijk die formule omschrijven zodat d vooraan komt te staan. Dat heb ik hier gedaan. Ja? D is dan een halfmaal delta S gedeeld door de sinus van phi. En is ook gelijk een halfmaal kamer lambda gedeeld door de sinus van phi. Nou, kun je gewoon zelf netjes nagaan als je daar belangstelling voor zou hebben. Nou, misschien even een voorbeeld. Een voorbeeld dat we hier net hebben. Het blijkt dat er het golflengteverschil. Het verschil is 1,4 aan de golflengte, oftewel 137 picometer, hè, want de golflengte is 100. Nou, je ziet dat het ongeveer wel klopt, hè. 1,4 maal 100 is ongeveer 137, dus er zit waarschijnlijk ergens een afronding in die niet helemaal duidelijk is. Dat doe ik wel vaker bij deze apps, een klein nadeeltje. De dikte tussen de afstand tussen de vlakken is 200 picometer, phi is 20 graden, dat is dus deze hoek. K zijn hele getallen 1, 2 en 3, maar alleen als je maximale versterking hebt, dat is hier dus niet zo. Dus K is hier 1,4 en de golflengte is 100 picometer. Nou, als je dat dan invult in de formule, dan vind je dus inderdaad dat K 1,37 is. Je staat ingevuld, delta is 137, 2 is 2, D is 200, sin is 20 graden, K is onbekend, lambda is 100. Je hoeft dit niet per se om te schrijven naar meters, want je doet het allemaal in picometers, dus je mag het wat dat betreft laten staan. Nou, als je dat dan netjes uitvermenigvuldigt en deelt, dan komt eruit dat K is 1,37. En dat klopt aardig met die 1,4 hier dus. Daar zat hem dus in. Die 1,4 is een beetje veel afgerond. Nee, je krijgt hier dus geen maximale constructieve interferentie, want K blijkt geen geheel nummer te zijn. Nou, wat nu als je wat dingetjes verandert? He, bijvoorbeeld als je de dikte die hou je op 200, de golflengte hou je ook op 100 en de hoek die maak je 14,6. Zo, en het aantal vlakken laten we gewoon zo staan. Misschien moet ik even reset doen. Start. Het is hier gelukt, 14,6 is ingevuld en wordt afgerond naar 15 trouwens, maar goed, dat verder niet uit, zal je wat vertragen. Als je nu dat allemaal gaat invullen, delta S is 2 maal D maal sinus, phi is K maal lambda. Delta S is dan 2 maal 200 picometer maal de sinus van 14,6. Die komt er later dus uit dat die 14,6 is. En ik wil dat K 1 is en de lambda is 100 picometer. Nou, de sinus van phi is dan 100 gedeeld door 400. Hier staat 100 en dit is 400, dus sinus 400, we hebben 400, dat is 0,25. En met de rekenmachine kun je dan shift sinus, arc sinus, inverse sinus uitvogelen dat die hoek 14,6 graden is. En de projectcondensie is dan vervuld, want het is, k is een heel getal bij die waarde. De rekenmachine moet trouwens wel in degrees stand staan, niet in radiaal, anders gaat het mis. Een ander voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld als je deze situatie hebt. Hier heb je ook de breakconditie vervuld, want de delta S is K is hier dus 2. Nou, wanneer is dat geval? 200. Dat was al zo, golflengte 100 hebben we ook zo gelaten. En nu hebben we de hoek 30 graden gemaakt. Dus dan moet ik hem even resetten weer en op 30 graden zetten. Zo, en dan je ziet dat de break dat kwam al. Vervuld is, alleen k is nu niet 1 zoals net, maar 2. En als je het weer invult, dan zie je dat het allemaal weer klopt. Delta is 2 maal d maal sinus 4 maal k maal lambda. Delta is 2 maal 200, dat is niet veranderd, maal sinus 4 maal 2 maal 100. Nou, dat wordt in dit geval, de dus sinus 4 is dan 2 maal 100 gedeeld door 2 maal 200, oftewel 200 gedeeld door 400, dat is een half. Het shift sinus, shift arc sinus, inverse sinus, kun je dan uitvinden dat dit 30 graden is, nogmaals, rekenmachine in de degrees stand. De conditie is dus ook vervuld. Nou, wat ook nog mogelijk is natuurlijk, is dat die boel precies 1,5 is. Nog een voorbeeld, dat is in dit geval. Dan krijg je niet maximale constructieve interferentie, maar maximale destructieve interferentie. Dat kan natuurlijk ook. Nou, het is bijvoorbeeld als je hier de hoek 22 graden maakt. Start. Zie je wel, dan is het precies 1,5. Dat betekent dus dat
dus precies met elkaar uit de pas lopen, maximaal uit de pas lopen. Dus als de een omhoog gaat, dan gaat de ander omlaag. Dus dat gaat elkaar precies uitdoven. Dus dan heb je maximale constructieve frequentie. Je ziet ook dat het klopt. Als je het formuletje invult, delta is dus 2 maal d maal sinus 4 maal k maal lambda. Is dus 2 maal 200, maal sinus 4 is 1,5 maal 100. Nou, dat wordt dus 400 en 300, dus 150. Sinus 4 is 150 gedeeld door 400. Dat is niet 0,50, dat is nog wat overgenomen. Dat zullen we even veranderen. Even kijken, 150 gedeeld door 400, dat is meer iets van 0,375. Zo. En als je dat in je rekenmachine dan invult met 75 met sinus, dan neem ik aan dat dat verder wel 22 graden is. Ja, dat klopt. Dat is gewoon even een spek. Nou, je kan dus ook maximale destructieve interferentie hebben als k niet een half is, maar anderhalf is, maar een half of 2,5 of 3,5. Dat kan natuurlijk ook. Ja, oké. Nou, dat was het even. Bedankt voor het kijken en eventueel tot een volgende keer. Tot ziens.